Hallo leuke vrienden en vriendinnen, welkom bij alweer een nieuwe video. En vandaag gaan we nog eens een ballonfiguurtje maken. Het figuurtje dat we vandaag gaan maken is deze lieve rode duivel. Heel leuk voor als je naar de voetbal gaat kijken. Wat hebben we allemaal nodig voor deze rode duivel? Eigenlijk niet zo heel veel. Wel een beetje handige vingers. Want het gedeelte dat we gaan maken voor het hoofd en het lichaam, dat is een klein beetje tricky. Maar even oefenen en dan gaat het zeker lukken. Ik zou zeggen, neem je spullen erbij en laten we starten. Wat hebben we allemaal nodig? Twee rode ballonnen, 260. Die blaas je op en laat ongeveer een 4 vingertjes over aan het einde. Een rode ballon, 160. Die blaas je op en laat ongeveer 5 tot 6 vingertjes over aan het einde. Een gele ballon, 160, dat mag een overschotje zijn, want hier hebben we maar een klein stukje van nodig. Dit is enkel voor de hoorns van onze duivel. Een witte ballon, 350, of een ronde 5 inch witte ballon. En uiteraard onze rode ballon, 11 inch. Ik heb geen gewone 11 inch rode ballonnen meer in voorraad, dus ik gebruik een Linkoloon of Quicklink. Dit werkt even goed. Uiteraard nog een stift voor het tekenen van de oogjes. Goed, laten we starten. We starten dus met onze eerste 260 ballon. We maken een bubbel. En van deze bubbel maken we een pinch twist. Gevolgd door een bubbel van ongeveer een hand groot. Gevolgd door opnieuw een pinch twist. Daarna maken we een kleine ronde bubbel. Gevolgd door opnieuw een pinch twist. Dan maken we opnieuw een kleine ronde bubbel. Opnieuw gevolgd door een pinch twist. En dan gaan we deze bubbel verbinden met deze grootste bubbel die we eerst hadden gemaakt. Zie zo. En dit verbind ik terug in de pinch twist. En dan is onze eerste poot klaar. Dus we zijn begonnen met een pinch twist. Een pinch twist, een lange bubbel. Een pinch twist, een ronde bubbel. Pinch twist, een ronde bubbel. Pinch twist, terug een lange bubbel verbonden in het pinch twist gedeelte van waar we mee begonnen zijn. En nu gaan we heel dit gedeelte nog een keertje herhalen voor de tweede voet. Dus we starten opnieuw met een bubbel van een hand groot. Gevolgd door een pinch twist. Gevolgd door een kleine ronde bubbel. Gevolgd door een pinch twist. Gevolgd door een kleine ronde bubbel. En nog één keer een pinch twist. Dit gedeelte verbinden we terug met onze andere voet. Zo. En dan zijn de voetjes klaar. De overschot hebben we niet meer nodig, dus die kan je afbreken of in mijn geval met de cutter afsnijden. Dit knoopje dicht. En dit zijn onze duivelse poten. Dit leggen we even terzijde. Ik zal het nog even laten zien wat de bedoeling juist is. Dit leggen we dan even terzijde. Dan gaan we starten met onze rode ballon. Hiervoor gaan we de armen maken.
Dus we beginnen met een bubbel van ongeveer 1,5 à 2 vingertjes. Gevolgd door een pinch twist. Gevolgd door terug een bubbel van dezelfde grootte als de eerste bubbel. Deze verbinden we tezamen. Zo. En nu maken we opnieuw een dubbele pinch twist. Zo, dat is ons duivels zijn handje. Nu gaan we de armen maken. Ook hier kies je zelf hoe lang je je armen wil maken. Heb je liever langere armen, maak je de ballon iets langer. Heb je liever kortere armen, maak je de ballon iets korter. We pinchen opnieuw af. Opnieuw starten we met een pinch twist. Gevolgd door een bubbel van 1,5 à 2 vingers. Opnieuw een bubbel van 1,5 à 2 vingers. En opnieuw een pinch twist. Ziezo. De rest van de ballon hebben we niet meer nodig. Snijden we dus af. Knopen we dicht. En snijden we opnieuw af. En dan hebben we dus dit geheel. Zoals je ziet heb je hier een vingertje meer dan aan deze hand. Indien je wenst en je wil deze pinch twist weglaten en hetzelfde doen als hier, dat kan, geen enkel probleem. Voor mij is deze extra pinch twist altijd de duim omhoog. Goed, nu komt het tricky gedeelte. We nemen eerst onze 350 ballon. We maken een grote bubbel. En dat is eigenlijk alles wat we nodig hebben van deze ballon. We knopen dicht en we snijden dit af. Zo kort mogelijk bij de knoop afsnijden. U zal zo dadelijk merken waarom dit is. Zo. Dan hebben we deze bubbel. Goed, dan gaan we verder met onze ronde 11 inch ballon. Deze heb ik dicht geknoopt. Een eindje voorbij het beginpunt. Dus eigenlijk zo ver mogelijk naar achter dicht geknoopt. Zodanig dat hij nog een beetje kneepbaar en soepel is. Nu, wat gaan we doen? Dit is eigenlijk het tricky gedeelte. We gaan aan de bovenkant een bubbel afdraaien. Dit is even oefenen, maar eens je het onder de knie hebt, zal je zien dat dit wel zeer goed lukt. Als je een gewone ronde ballon hebt gebruikt, dan mag je dit zo laten. Ik heb een Lincoln gebruikt, dus ik zit hier nog met mijn overschotje. Dus ik ga er een pinch twist van maken. Oepsakidee. Zo, ik steek dit eventjes achter de ballon vast, zodat dit niet meer loskomt. Dan nemen we onze volgende 260 ballon, rood. Dit kan je natuurlijk ook maken als je
met je rode ballon al verder bent. Ik leg dit zo dadelijk verder uit. We gaan nu verder met onze rode 260 ballon. Hiervan maak je een loop van ongeveer 4 vingers. Gevolgd door nog een loop van 4 vingers. Dit worden de wangen. En dan neem je de ballon. Nu, indien je bovenste bubbel altijd losspringt, is het beter dan eerst dit te doen en dan jouw ballon pas te maken. Dan kan je deze altijd vasthouden. Dan gaan we dit verbinden. In de ronde bubbel uiteraard. Jupsa. Het is toch vroeg op de avond. Dus wil het al even minder lukken. Ziezo, dan hebben we onze wangen. Nu gaan we met onze rode ballon over ons hoofdje 1 tot helemaal van achter. En gaan we opnieuw verbinden. Terwijl we dit doen, gaan we onze gele ballon ongeveer het midden daarvan nemen. Zo. En die plaatsen we op het hoofd. Dan gaan we daar helemaal rond. En nu gaan we dit verbinden. Het geheel komt zelfs nog wel een beetje beter op zijn plaats te zitten. De overschot hebben we niet meer nodig. Dus die snijden we af. Dan lopen we opnieuw dicht. Ziezo. Dan nemen we onze witte ballon. En deze gaan we verdelen in 2 stukken. Ongeveer even groot. En die gaan we achter deze boog steken. Ziezo, nu gaan we de horens een beetje in vorm kneden. Dan hebben we onze handen. Ook hier delen wij deze ongeveer in 2 delen. En we plaatsen dit ook in het geheel. Een beetje kneden, zodat alles een beetje mooi op zijn plaats komt te zitten. Als laatste hebben we nog onze voetjes. Onze knoop, die gaan we verbinden in onze pinch twist. Alles een beetje op de juiste plaats brengen. En dan is ons duiveltje klaar. Dan nemen we onze stift. En we tekenen nog 2 oogjes. Ziezo. Sorry voor het lawaai op de achtergrond. Dit zijn onze buren. Die heel veel lawaai maken. Dan hebben we nog de mond. Ziezo. En dan is ons rood duiveltje klaar. Ik dank jullie voor het kijken naar deze video. En ik zie jullie graag terug in een volgende video. Dag lieve vriendjes allemaal.